Ja, ochtendhumeur natuurlijk. Nu is het 86. Gebotten, gemeten, gezamen, kijken ze nog eens bij ons thuis. Elke hoge zet ze komen tot op. En s'avonds in de regen uit de bed, het hele stel is aangebracht. Er wordt gekibbeld op de krant, zelfs de hond kijkt slot over de rondje van zijn pand. Iedereen is in mineur, er wordt geslagen met de deur. Ze hebben van een ochtendhumeur. Gelukkig is de ring in ons gezin. En dan ben ik, en ik in Jurgen. En het morgens al meteen de stemming in. Hoewel mijn broer daar met liefde om zou worden. Ik kom al aangekleden zingen naar beneden. En spring de trap af van de laatste 7 treden. Ik geef mijn moeder dan een zoen en geef hem met tegen de grond. Mijn pa zit te lezen, schreef dan voor de rand. De radio gaat voor een vrolijke geluid. Mijn zuster kwam en zet de radio weer uit. Ze schoot dan tegen de bakiet. Als ik opsta in mijn eentje, kennen en mijn echte ouders niet. Ik ben toch duidelijk bij onze buitenbeter. Als vader klaagt dat ik te lang op de wc zit. En Christel zuurt ook nog geen suiker in de feest. En net als Marjan wil gaan douchen, dan vindt Sascha al een bad. Als de deur dan niet op slot is, dan vermoord ze hem zo wat. En de enige die anders is, zijn altijd bij ons in. We houden ze op met tijd dat er geen kleren is. We zagen kijken ze dat is bij ons thuis. Elke morgen spreken ze ze komen terug. Sans te rêver de tête de stèle, c'est le zag de bras, elle wordt gekeerd, wordt de kron. Zelfs de hond kijkt, schoon over de kronkje van zijn pas. Iedereen is in mineur, er wordt geslagen met de rug. Zelfs de hond kijkt, schoon over de kronkje van zijn pas.